Hallo allemaal, welkom terug bij Arrowforce TV. In onze vorige aflevering hebben jullie kunnen zien hoe mooi het is om in het buitenland te kunnen vliegen. En vandaag blijven we ook nog even in het buitenland en wel in Verdun. In Verdun zijn tal van historische plekken te bezoeken. Sommige zijn heel bekend en andere eigenlijk helemaal niet. Zo'n laatste plek, daar wil ik jullie vandaag mee naartoe nemen. Zo'n 20 kilometer achter de Franse linies ligt en lag destijds ook het plaatsje Sully. En in dit plaatsje was het Franse hoofdkwartier gevestigd. De Franse officieren die hadden luchtfoto's nodig van het constant in beweging zijnde front. Net achter het hoofdkwartier was er daarom een vliegveld gemaakt waarvandaan de vliegtuigen konden opstijgen. En bij dit vliegveld gaan we vandaag een kijkje nemen. Je zou verwachten dat er in de Eerste Wereldoorlog gebruik werd gemaakt van Franse piloten. Maar dat is niet waar. Aan het eind van de oorlog waren er hier voornamelijk Amerikaanse piloten. En nu wordt het leuk, er is hier ook een film over gemaakt. Fly Boys is de titel. De film is niet op deze locatie opgenomen, maar het eigenlijke verhaal heeft zich dus hier afgespeeld. Van het vliegveld daar is weinig meer van terug te vinden, maar het blijft een historische plek. En een eer voor mij om hier in vrijheid te mogen vliegen. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world.